welkom in deze nieuwe video van Bolstaart. Nog steeds wel een beetje niet 100%, zullen we maar zeggen. Maar ik wou toch met jullie praten vandaag. Dus dan kan ik het vlees bakken. Dan kan ik ondertussen met jullie een conversatie vormen. Eigenlijk een beetje praten. Zo. Daarbij staan. Dan heb ik een chance. Zo. Jullie weten dat ik tegenwoordig, jullie hebben dat misschien al gezien, mensen die echt ons volgen op TikTok, zullen misschien de laatste tijd ook al hebben gezien dat ik soms al eens een keertje durf flauw vallen. En dat is natuurlijk niet zo heel leuk natuurlijk. De laatste keer was het, de voorlaatste keer eigenlijk, was dat in de live met Mitzi, toen ik gewoon live aan het gaan was. Toen lag ik ook van mijn Suzy kwiet. En dat is natuurlijk niet plezant, want mensen denken dan automatisch van, ja, je bent niet geïnteresseerd in de live of wat dan ook. Terwijl ik er totaal niets aan kan doen, dat ik vanaf val eigenlijk. Ik ga straks ook nog eens bespreken met mensen als op TikTok, hoe dat komt en hoe dat kan. Hoe dat komt, dat kan ik helaas niet zeggen. Maar ja, het is natuurlijk niet leuk. Ik heb het natuurlijk nog nooit meegemaakt op school. Want ja, dat zal natuurlijk ook niet zo heel plezant zijn, moest je dat meemaken op school. Dat flauw vallen, maar ja, het komt meer en meer voor. Dus het is niet plezant natuurlijk als je tegenkomt. Ik kan het je verzekeren, dat is heel angstaanjagend. Dat je dat tegenkomt eigenlijk. Mensen die op TikTok zitten, die weten daar heel veel meer van dan jullie, want jullie zijn nog nooit erover ingelicht eigenlijk. Dus ja, dat is natuurlijk niet zo heel plezant, maar kijk. We staan nog steeds op ons benen, we staan er nog steeds. Dus dat is ook al... positief, moesten er vragen aan zijn, mag ik het altijd stellen. Ik zal ze met veel plezier beantwoorden. Ik zeg ja, dat is natuurlijk... je voelt er soms ook niet opkomen dat dat gebeurt. En dan heb je het vlammen natuurlijk. Ja, als je het niet voelt, dan kan het al eens zijn dat je tegen de stenen ligt. Ik heb het al een paar keren meegemaakt. Gelukkig zeg ik het nog nooit op school. Dus en ik vond het wel tijd om de mensen daar ook wel over in te lichten. Want ja, omdat het ook al een paar keer gebeurd is in de live... vind ik het wel belangrijk dat mensen het ook weten, dat mensen ook weten wat er aan de hand is. Kwestie van ook goed kunnen reageren. Dus ja, het is natuurlijk wel niet zo heel leuk, het is ook moeilijk om over te praten, omdat je ook niet kunt zeggen van waar precies dat het komt. Dus is dat heel moeilijk eigenlijk. Maar ik sta nog steeds op mijn beentjes. Hoe het voor de rest van de... hoe het de rest met mij gaat... Het gaat wel. Ik zeg, het heeft allemaal nog wel zijn tijd nodig. Het zal ook nog wel even zijn tijd nodig hebben. Sowieso om alles echt een plaats te geven. Ik ga nu ook gewoon door met mijn leven. Ik doe mijn best om door te gaan met mijn leven. Want ja, je weet ook, nu met die corona. Iedereen dacht 2020 is voorbij. Corona ook, maar zo gaat dat natuurlijk niet. Het is nog altijd heel moeilijk. Je kunt het wel met mensen afspreken. Maar met die corona is dat natuurlijk niet gemakkelijk. Ik mag 2 mensen in mijn bubbel hebben. Dat mag ik officieel. Maar ik zeg, het is niet heel gemakkelijk. Dus ja. De meeste mensen wonen allemaal veel te ver. En de mensen die erbij wonen, die zie ik ook bijna nooit. Dus ja. Ik zeg, het is niet metaal, niet zo heel gemakkelijk. Maar we gaan gewoon door. Ja. Zo zijn wij nu ook helemaal om door te gaan. Wij gaan niet stoppen met één of ander ding, maar het is niet gemakkelijk, zeg het. Het is sowieso al niet gemakkelijk als je iemand verliest, alle 2 personen verliest. Je krijgt er wel een paar mensen bij, je leert wel mensen kennen. Dat is wel een voordeel, maar je gaat toch ook wel altijd die mensen een stukje missen. Ik ben zo'n persoon, als ik die niet hoor, word ik zot. Daar kan ik helaas niks aan veranderen. Ik zie wel dat we niet zo zuiver zijn, maar hoe? Dan word ik helemaal zot en daar kan ik helaas niks aan veranderen. Maar ik maak nog altijd al heel leuke filmpjes. Binnenkort ga ik trouwens eens een heel ding van TikTok. Alle video's die ik maak, ga ik proberen ook op YouTube te zetten. Ga kijken hoe dat gaat, hoe dat we dat gaan doen. Want sommige muziek mag je niet gebruiken op YouTube. Dus dan moet ik er andere muziek op zetten. Dus ik ga dat bekijken, hoe gaan we dat doen. Ik heb ook gemerkt dat veel mensen tegenwoordig tegen mij zeggen, die mij hebben leren kennen eigenlijk, die nu al de video's terug bekijken, die zeggen, oh my, je stem is veranderd. En dat is ook zo, mijn stem is echt meer naar mannelijk gegaan. Ik voel me sowieso al mannelijker.
Maar ik merk ook wel dat er heel veel mensen schrikken van mijn stem te horen. Dus dat ook wel heel positief eigenlijk. Ik hoop dat het nog meer gaat veranderen. Mijn gezicht is helemaal veranderd, dus je moet maar eens echt een beeld terugkijken van, ik zeg nu maar bijvoorbeeld van vorig jaar of het jaar daarvoor. Maakt niet uit, toen ik echt vertelde dat ik een jongen wilde zijn. Als je die beelden nu terug zou bekijken, zou je echt schrikken van, oeh, amai, ik had heel veel veranderd. En ook wel positief eigenlijk veranderd. Dus ik ben wel trots op wat ik nu ben eigenlijk ook al. Maar ik zeg het is nog altijd zeer hard eraan werken. Dus aan jezelf zijn. Ik ga een zakje pakken eerst. Dus ik zeg het, als je daar nog vragen over moest hebben, stel het gerust de vragen. Doe dat, want het is heel belangrijk om het goed te begrijpen. Wat ik ook wel merk, is ook wel dat het nog altijd wel een beetje een taboe is als je erover begint. Veel mensen snappen dat ook niet echt. Maar ja, je wordt zo geboren, je kan daar niks aan veranderen. Dus, voilà. Het vlees wordt nu rustig gebakken. Ja, dat moet ondertussen mee gebeuren natuurlijk. Nog eens terug te komen over dat flauwvallen. De vorige keer mijn witje met de lifelike echt op de grond. Ik heb daar echt wel uren gelegen, denk ik, op dat moment. Omdat, ja, dat is logisch natuurlijk, hè. Ja. Tegen dat mensen dat doorhebben dat je er ligt, zijn er toch wel een uur verder eigenlijk op dat moment, hè. Dus, dat is natuurlijk niet zo plezant. Maar, ja, ik hoop eigenlijk op zich dat het eigenlijk wel eens verbetert. Of dat ze een oorzaak weten hoe het komt. Want dat is natuurlijk niet zo plezant als je dat meemaakt, kan ik je verzekeren. Ondertussen zijn we het vlees aan het bakken, mensen. We zijn vlees aan het bakken. Ondertussen. Omdat, ik vind het wel belangrijk om te koken. Dat scheelt ook als je ondertussen de video opneemt. En je kookt ondertussen. Dan zit je eigenlijk al. Hoe moet ik het zeggen? Dan verlies je ook geen tijd met alles en nog wat. Dat kun je ondertussen straks, als de video klaar is, meteen eten. Dus daarmee dat ik eigenlijk altijd een beetje... Ik heb vandaag trouwens dit. Met kaasburger. Dit is met groentjes. Dat is ook wel lekker eigenlijk. Zo. Ik merk ook altijd heel veel mensen leren kennen via TikTok. Dat vind ik ook altijd super leuk om mensen te leren kennen. Zo kun je ook jezelf ook wel een beetje kennen, omdat je die mensen die spreekt aan avond en vragen en zo. Dat vind ik altijd wel super leuk. Dan wordt het klaar, nu doen we de saus maken. Dus, maar ik zeg het, ik hoop dat jullie volgende keer kan zeggen van het gaat beter. Ik zeg het. Je moet vloggen wat ik niet vlog, want ja, buiten kan ik momenteel niet. Dan kom ik geloof ik even naar buiten. Dus ja, moet ik het doen wat ik heb. Hè. Dat zijn jullie. Met de camera. Koken. TikTok zetten. School gaan. Zo. En dat is het dan ook eigenlijk. Voilà. Ik denk dat ik vandaag ga eten tijdens de live, denk ik. TikTok, dan moet ik eens bekijken. Zo. Dus, maar ik zeg het, dat flauwvallen. Dat is echt niet plezant. Ik zeg het u, dat is echt beangstig. Dus, heb je nog vragen over, laat me even weten. Hieronder, en dan gaan ze zeker beantwoorden. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we.